Het is kapot vroeg. Kapot vroeg. Goedemorgen. Het is kapot vroeg. We gaan zo naar Amerika. Even de laatste dingetjes op de zaak doen. En dan ga ik zo even mijn vader ophalen. Die gaat natuurlijk ook mee. En dan gaan we weer lekker Dutch Picker spelen. Mijn vader en ik hebben natuurlijk dezelfde vlucht. We hebben allebei twee grote koffers bij ons, die bijna leeg zijn, waar we hopelijk natuurlijk gevuld mee terugkomen. En dan is het even wachten, want ja, je moet 3 uur van tevoren aanwezig zijn. Dus wij zoeken altijd wel even een leuk plekje om lekker even wat te gaan eten. Totdat we kunnen vliegen. En natuurlijk hopen op geen vertraging. We vliegen met United deze keer en op een gegeven moment kunnen we boarden. Rechtstreeks de vlucht naar Chicago. Dus en dan door stap ik over, tenminste ik stap over naar St. Louis. Wederom met United. Ja, we gaan het allemaal zien. Vergeet niet te liken, te abonneren en een reactie achter te laten. Net nog uit de jukebox opgeladen. Even kijken, waar moeten we nou heen? Gewoon terug denk ik toch? Via die... Ik neem heel even jouw snoertje mee van deze TomTom, ja? Hoor je dat dan? Ja. Hij laat helemaal niet op. Gepensioneerde handelaar, daar ben ik van de week nog geweest. Die werd nerveus, de beest moet leeg. Dus ik heb mijn minivan al vol, maar daar stond een weegschaal. Die is een beetje zwaar, die gaan we nu ophalen met z'n allen. Je moet de trap op namelijk. Dus, toch? Gaan we daar maar mee heen. Let's do it. Ja, let's do it. De vrachtwagen is een 26-footer Penske truck, zoals we dat noemen. Die kan lekker vol. Daar kan echt veel in. Dat is ongeveer een halve container die naar Nederland vertrekt. De vrachtwagen is wel werken, ja. Even kijken waar die nou weer gebleven is. Waar is dat toch? Mag je gewoon met een gewoon rijbewijs rijden. We gaan nu naar het noorden, een uurtje rijden. En dan gaan we naar het hotel wat niet zo heel ver daar vandaan is. En vandaar daar blijven we voorlopig een paar dagen. In verband met de coin-op show, waar alles geleverd wordt. Kijken wat we nog kunnen kopen. Even van die wijken in. Ja. Amper kan draaien met dat ding. Dan moet je op opritten.
van mensen ga je lopen draaien. Hier schijnt ook een heel klein straatje te zijn. Nou, laten we wat eten. Trek. Ja, we hebben net zagen een grillhouse. Dus we gaan zien wat dat is. Ik ken het niet. Even vier parkeerplekken in beslag nemen. Ook dat ver uitsteken, maar dat gaat wel goed, denk ik. Nou, we zijn vlakbij, maar we gaan even wat eten hier. Dat heb ik van de week ook gegeten. Best wel lekker hier. Maar je mens moet wat, hè? Ja. Heb je een snoertje gevonden? Bedankt voor het kijken naar de eerste aflevering over de Dutch Pickers in Amerika van de afgelopen periode. In de volgende aflevering ga je nog veel meer zien, meer in diepte, wat we echt allemaal gaan doen nog. Het wordt allemaal heel spannend.